Als ik zou kunnen kiezen, dan zou ik liever hebben dat er uh, een extra weekdag was. Dus zo, ik zeg altijd maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, pff, dag. <laughs> een een dag, oké. Okay. Ja, een dag dat je dan alle dingen kunt doen waar je op al die andere dagen uh, niet toe komt. Ja, ik heb hier aan het begin van het programma een lijstje voorgelezen waar ik zelf ook dacht van, wanneer doet die dat allemaal dan? Ja, ja, ik... Uh... Want eigenlijk, als je twee zoons hebt, dat is al zo goed als een fulltime job, als je ja, zou ja, willen. Enfin, ja. Ze gaan wel eens naar school, natuurlijk. Ja, 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 en, en ook, ik doe co-ouderschap, hè. Ah, dus ja. ik, 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 uh, ik spreek het af met de papa, dus... Uh, maar het is wel zo... Maar dat is wel zo. Want mensen, die, 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 die zeggen eigenlijk heel... Alleen, het is wel vermoeiend, maar het is wel wat ik doe. Is, is, is de week dat ik de kinderen niet heb, ja, dan werk ik echt van s morgens vroeg tot s'avonds laat. Plan, plan ik echt alles vol? En in de week dat ik de kinderen wel heb, heb ik de vrijheid, en daar ben ik heel dankbaar voor, om in mijn job om dat dan ook tussen de schooluren te doen. Um, en dat wil zeggen dat ik dan ook, ja, dan, dan kan de wereld ontploffen, hè. dan. Um Ah, dat doet hij af en toe ook. <laughs> nee, maar dat, 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 soms moet ik echt wel nog s'avonds werken of zo. Maar dan probeer ik echt wel om uh, ja, de kinderen sowieso naar school te brengen, s ochtends, maar ook s'avonds aan de schoolpoort te staan en dan daarna nog uh, hobby's te doen samen. Hè. Samen gaan skiën of uh, ja, heel veel tijd met elkaar te spenderen. Dus ik, ik heb wel die vrijheid om dat te doen. Um, maar dat, dat, dat betekent ook wel dat ik op dit moment ook uh, qua sociaal leven, zoals um, eens op café gaan, wat ik heel graag doe eigenlijk, en uh, veel afspreken met vrienden, dat dat er eigenlijk bij inschiet. Um, dat zijn keuzes die je moet maken. Hè. En, en, en voorlopig is, zijn mijn kinderen, mijn gezin, mijn close vrienden, wat ik ook mijn familie noem, en mijn werk, is dat mijn wereldje. En... Um, ja, zo, zo zo ja doe ik, alleen ja, dat zijn keuzes die je maakt, um, maar met veel plezier, want um, ik krijg van al die dingen heel veel energie. Dus time is toch een beetje on your side. Zeker on bij de side. Rolling Stones. Ja. Ja.